Het Centrum Bethanië is een groot psychiatrisch ziekenhuis gelegen in Zoersel. We hebben toch wel een 800-tal patiënten. Wij hebben sinds vorig jaar buitenlandse studenten mogen ontvangen. We hebben Maltese studenten gehad en Finse studenten. De studenten moeten vooral hier in contact gaan met patiënten. Er zijn weinig verpleegtechnische handelingen, maar hier gaan we meestal een sociotherapeutische relatie aan. Dat wil zeggen, we bieden patiënten nabijheid, we gaan mee in gesprek, we doen allerlei activiteiten. De buitenlandse studenten hebben dat dan ook heel fijn gedaan. We zijn samen met patiënten gaan koken. Ik denk de meeste vaardigheden die worden bijgeleerd is zo de moed om te durven spreken, sociale vaardigheden, een plan leren trekken, zowel hier in het ziekenhuis, kwestie van taal, teamwerking. We hebben heel creatieve studenten gehad. We hadden zelfs een studenten die de patiënt helemaal niet verstond. De patiënt verstond helemaal geen Engels, maar die konden elkaar op een of andere manier non-verbaal toch heel goed begrijpen. Natuurlijk, in de aanpak in geestelijke gezondheidszorg in de andere landen was wel compleet anders. Maar we hebben ook wel wat kunnen opsteken van de studenten uit Finland en uit Malta. Dus dat was wel heel verrijkend om te zien. Het grote voordeel van een buitenlandse student hier in het ziekenhuis is toch wel een verrijking voor het team. Om zo terug kritisch te reflecteren, om de culturele verschillen te bekijken en daarmee aan de slag te gaan.